zijn we al in Grimbergen toegekomen. We gaan bij onze vrienden van de abdij, bij de poorters. Gaan we even... Stoppeltje spelen. Oh. Nee, dat mag niet. Oh. En we hebben geluk met het weer. Maar piraten normaal, buiten mag, hè? Normaal kan het al sneeuwen om die tijd. Ja. Van 5 december. Pieten. Pieten. De Sint wordt moe. Nee, Sinterklaas, die zien geniepen. Ah ja, dat is waar. Die zien het in school ook niet eens. Moeten wij vandaag een keer zo lopen? Nee, als we vandaag komen. Nee. Zal ik daar te doen, dat is Sinterklaas. Ah ja. Dus langs daar. Oké. Kom maar mee. Ja. En Piet, waar gaan we binnen? Kom Sint. Geef een naam. We hebben alles gezien. We hebben de broer Sinterklaas. En we hebben snoep Sinterklaas. Oh. En we hebben mondmaskers Sinterklaas. En speelgoed. De uitbeelding van mijn voorvader. Hier de Phoenix. De prijzen is van de Phoenix. Kijk eens mooi. Vermoeid, hè? Ja, dan 875 en 2 jaar en half. Ja, we zijn er geraakt. We zijn er, Sint, we zijn er. Ja, prachtig. Oh, Sint, gaan u dank zitten. U vriendelijk, dank u wel, Pieter. Alsjeblieft, dank u, Sinterklaas. Dank u. Even uw staf wegzetten. Mondmaskerken, mijn kruis vasthouden. Zo, dankjewel. Ja. En hier is uw boek, Sinterklaas, ja, en ik zal hem al lopen doen. Dank u. Maar is dat niet een beetje laag, Piet? Ah, maar ik heb een oplossing. Ja, dank u wel. En de oplossing, wacht Sinterklaas, we gaan dat hier dat mooi wegnemen. Over een klein ogenblikje. Ja, zo. Zo, zie. Wacht even, ik ga even helpen. Handje toesteken, vanaf Sinterklaas. Ja, dat ziet er al zo beter uit. Sinterklaas. En dan even kijken, wacht, gaan we aan de andere kant gaan. Ja. Aan de andere kant en dan... Voilà, Sinterklaas, zo zie. Gegroet, lieve kindjes en vriendjes. Het is geen jaar zoals een ander. Heel graag had ik jullie allemaal hier rond mij gehad. Spelend, juichend, zingend... Verhaaltjes vertellen, tekeningen overhandigen. Maar dit kan nu niet. Dit mag nu niet. Jullie hebben allemaal gehoord van het vreselijke coronavirus. Bedoel jij niet virussen, Sinterklaas? Nee. Het gaat over een coronavirus. Ah. Maar jij bedoelt waarschijnlijk vier Russen ja, uit dat dacht Rusland. Ik. Nee, Pietje lief. Nee, zo is dat niet, hè. En daarom, lieve kindjes, draagt iedereen een mondmasker. En wij normaal ook, maar nu, om jullie de verstaanbaarheid te verhogen, draag ik geen mondmasker. Maar we houden wel afstand van elkaar. We moeten elkaar allemaal beschermen. Wij kunnen niet daardoor naar de scholen komen. Hierdoor kunnen wij niet naar het Prinsenhof komen. Maar bevinden we ons hier in het prachtige bisschopszaal van de abdij. En het is niet ver van de school. Zodoende dat de pieten alle pakjes hier kunnen sorteren en klaarzetten voor de school. Onze pieten wassen en schrobben hun handen schoon en houden een veilige afstand van elkaar. En jullie doen dit ook, hé? Kijk eens, jullie moeten dat ook doen. Handjes wassen en mooi afstand houden. Een meter en half, hè, Sint. Een meter en half. Minstens een meter en half van elkaar.
Beste vriendjes, aan de Pieten heb ik ook de opdracht gegeven om de cadeautjes en de pakjes in de school te verstoppen. Sinterklaas, ja, ja. Hoe weet jij dat? Ah, dat zijn afspraken gemaakt met de juffen en de meesters. En dat was een beetje geheim gehouden. Dus de leerkrachten kunnen hun mond niet houden. Ja, maar... Wij zijn van de nacht in de klasse geweest, hè Piet? Ja, in de klasse geweest. En we hebben daar wat snoepjes. Maar, Sinterklaas, jij had ons de opdracht gegeven om de pakjes mooi af te geven. Ja, dat klopt. Maar ze zien ons al niet. Jij mag niet komen. We dachten dan, we gaan de pakjes verstoppen. En dat hebben we aan de leerkrachten medegedeeld. Ze waren zo blij niet, maar ze zijn verstopt. Maar ze zijn verstandig geweest en het was inderdaad de bedoeling dat ze dat gingen een beetje geheim houden. Ja, zo is het. En nu gaan we verder. Dus, de pakjes en de geschenkjes en de cadeautjes worden verstopt. Maar we gaan er een spelletje van maken, zijn, Peter. Zijn verstopt, Sinterklaas. De pakjes zijn verstopt in de school. Okay. En de kindjes gaan moeten gaan zoeken voor hun pakje te vinden van de klas. De kindjes gaan op zoektocht en ze ontdekken zelf de pakjes voor hun klasje. Dat is de bedoeling. Lieve kindjes, de Pieten hebben het niet gemakkelijk gemaakt voor jullie. Jullie opdracht is, met de begeleiding van de leerkrachten, om in alle hoeken en kantjes van de klas en overal in het schoolgebouw zelf de pakjes te gaan ontdekken. Ook op de zolder, Sinterklaas, ook op de zolder. Dat mag tot in de kelder, als de leerkrachten die toestaan. Zij gaan u begeleiden. En tot slot, lieve vriendjes, weet ik dat jullie... En dan kijk ik even ook in mijn boek. Ach, Sinterklaas, hier. Is het pagina 1245. Alsjeblieft. Even kijken. De kindjes zijn allemaal, jawel, hier en daar een deur, maar allemaal toch braaf geweest, Piet. Denk je dat Sinterklaas... Piet, ja. Ik denk dat ze allemaal braaf geweest zijn. Ik moet nog eventjes kijken. Wacht, hier Sinterklaas. Nee. Ja, dank u. Alsjeblieft, zeg. Ja, kijk. Af en toe een stouten, maar ook braaf. Nee, ze zijn allemaal braaf geweest dit jaar. En dat vinden wij zeer fijn. Zo, Pieten. Wij komen naar het einde van onze videoconferentie. En nu moeten wij snel naar onze volgende afspraak. Dag, lieve kindjes van het Prinsenhof. Wij hebben nog een drukke namiddag. Maar wees lief en braaf voor elkaar en voorzichtig en regelmatig de handjes wassen. En dan zien we elkaar zeker volgend jaar terug voor een groot feest met Sint en al de Pieten. Dag kindjes van Prinsenhof, tot volgend jaar. Nog een fijne zoektocht. Dag. Kom Sinterklaas. Pieter, jij kan de staf geven. Ja. Sinterklaas. Dank u wel. 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 D